Terwijl heel Den Haag waarschijnlijk nog op één oor ligt of onderweg naar huis is van een gezellig avondje stappen, is het hier bij de Koninklijke Schouwburg al een enorme drukte. Want hier start vandaag de Die Heek City Walk. Ilona van de organisatie, de City Walk, wat is het precies? Goedemorgen. Ja, de Citywalk vandaag. Nou, we bevinden ons in Den Haag. De Citywalk is een wandeling door Den Haag heen. We starten hierachter in de Koninklijke Schouwburg, waar de start plaatsvindt. Vervolgens gaan we door naar Escher in het paleis, waar de mensen een mooie sneak preview krijgen van wat zij daar tentoonstellen. En zo gaan zij verder. En onderweg hebben we nog een paar hele mooie verrassingen verstopt. Met ook muziek natuurlijk en wat entertainment. Hoe is het tot nu toe? Fantastische wandeling. Het is nu de derde keer dat ik meedoe aan de Heek City Walk. En ik kan het iedereen aanraden. Is het ook ieder jaar anders? Ja, en dat is het leuke van de Heek City Walk. Dat het parcours ook elke keer anders is. Dus dat maakt ook dat je weer terugkomt. Hey jongens, ik hoor jullie onderweg lekker lachen. Wat maakt deze loop zo leuk? Gewoon gezelligheid. Even een nieuwe uitdaging. Even wat nieuws. En waar hebben we het dan onderweg over? Ja, wil je dat echt weten? Ja, tuurlijk. van alles en nog wat. Alle goede dingen, alle foute dingen. Ik laat het maar even zo. En jullie komen uit Den Haag? Of? Ja, we komen uit Den Haag. Ja, wat maakt het dan toch leuk, ondanks je Den Haag al kent? Nou ja, dat je zeg maar, als je aan het lopen bent, dat je dan toch nieuwe details ziet eigenlijk in je eigen stad. Die je normaal gesproken niet opvalt. Dus dat maakt het echt wel leuk eigenlijk. Sta je bij Martin Tekens, een van de muzikanten onderweg. Hoe is dat om langs de kant van een wandeltocht te staan? Ik vind het heel gezellig. Mensen zijn allemaal lekker in ontspannen bui. En het is fijn om gewoon wat rustige liedjes te spelen. Om even een beetje een klein beetje aan de sfeer bij te dragen. Maar mensen hebben het allemaal goed naar hun zin. Luisteren ze ook wel echt naar je of lopen ze alleen maar door? Jawel. Maar het zijn natuurlijk gewoon korte momenten. Dus af en toe zingen ze even een stukje mee. Of ze knikken even naar me. Het zijn hele korte momenten, maar wel gewoon heel leuk. Ik sta hier bij Jos van den Berg, die al 5 jaar in het Hofje van Nieuwkoop woont. Normaal onwijs rustig, nu ineens 3000 bezoekers over de vloer. Dat is zelfs meer dan op mijn verjaardag. Ja? Maar wij vinden dat leuk. Een paar keer per jaar zijn er dit soort manifestaties. En eigenlijk zijn de bewoners ook wel trots op om dit te kunnen laten zien. Er zijn nogal wat eisen waar je aan moet voldoen om hier te wonen. Je mag geen huisdieren hebben en dergelijke. Vond u dat dan niet erg? Nee, de hond was dood. Die was inmiddels dood. Dus het is een beetje inschikken. En ik had ooit eens iemand op bezoek bij mij. Die wist hoe ik vroeger woonde, in een grote huis. Toen kwam hij binnen en zei, nou, dit is de hal. Hij zei, waar is de rest van het huis? Ik zeg, maar dit is het huis. Maar ja, het is moderne, tiny houses. Mensen gaan kleiner wonen. Dus het is eigenlijk een 17e eeuwse voorganger van het moderne wonen en leven. Ik sta hier bij Lisette. En voor jou is dit een hele mooie kerk om doorheen te lopen, of niet? Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben hier ooit in 1988, dus dat is heel lang geleden, getrouwd. En dit brengt gewoon herinneringen naar boven. En dat is een mooi momentje eventjes om toch even te genieten van de kerk. En getrouwd nog steeds? Helaas gescheiden. Dus dat is wel heel erg jammer. Misschien is dat ook een beetje waardoor ik nu zo geraakt word. Het was een mooi moment, heel jong. En dan nu sta je hier en dan denk je, ach, we zijn jaren verder. En een illusie armer. Maar ach, ik heb 2 hele mooie kinderen aan overgehouden. Toch een beetje een domper op zo'n mooie dag? Nee. Het maakt het eigenlijk, verrijkt het weer. Ik geniet er wel van. En we hebben zon vandaag, dus wat willen we nog meer? Het is hartstikke goed.